Zo, so, ik ben weer ready. De kat is weer binnen. Dus me geeft haar kipfilet. Ik ga stoppen. Hier, kom. Rustig, daar zijn we. Stuk. Ik ben weer ready. Ik heb even mijn make-up gedaan en mijn haar en mijn oorbellen. Ik weet alleen dus niet of ik een juiste outfit aan heb. Namelijk een topje aan van de Zara en een rok van de Zara met witte slippers eronder. Maar ik vind het niet... Ja, het is nu wel heel warm, maar ik heb het gevoel alsof ik naar buiten ga, dat ik straks koud ga hebben. Want het wordt maar 23 graden. Ik denk dat ik misschien een shirtje ga aan. Oh, wij zitten inmiddels in de auto. Ik had net even een andere outfit aan. Maar ik vond het toch niet zo heel erg chill. Het is vandaag 23 graden, dus ik dacht, ik doe even lekker een shirtje aan met een kort broekje. Super fijn. Vandaag is de planning. Tenminste, wij werden wakker. En toen zei ik tegen mensen, ik heb gewoon echt heel erg zin in een Frans ontbijtje. Dat heb ik nog niet gehad tot nu toe. Dus we gaan naar hetzelfde winkelcentrum als de eerste dag. En daar gaan we crêpe eten. Ga je trouwens voor hartig of voor zoet? Ja, ik ga hier met ei nemen. Ja, want je hebt dus echt verschillende allemaal. Ze doen een ei op, ze doen een ham op, kaas op. Voor alles en nog wat kan je kiezen. En je hebt natuurlijk ook gewoon met Nutella en fruit. Dus je hebt echt voor alles en nog wat. Maar ik heb gewoon even lekker zin om een koffietje te doen daar. En dan een crêpe te eten. Die kat die jullie dus aan het begin van de vlog zagen, die chillt nou om ons huis heen. We hebben haar maar even eten gegeven en ze komt nu elke keer terug. Dus ik hoop maar dat ze in de buurt woont, anders een beetje... Onze huiskat is dat geworden. Ja, een beetje raar als we nu weggaan. Over 2 dagen gaan we alweer weg. Dat is wel zielig, hè? Ja, dat vind ik ook heel zielig. Maar ja, goed. Dus moeten we kattenbrok halen. Wat? Ja, wil je dat? Ja, dat is wel grappig toch? We moeten trouwens vandaag toch een soep maken, dus dan kunnen we kattenbrok halen. Oh. En misschien snoepjes of zo. Melk. Oh, kijk ons dan. Je merkt trouwens echt verschil tussen een huiskat en een buitenkat. Want die kat is echt gewoon zo alert op geluiden en zo. En heel snel qua bewegingen. Ja. Het is echt een groot verschil met onze eigen katten. Ze vertrouwen niks. Ja. Ik wil ook eerlijk zeggen, we beginnen hier ook wel steeds wat leuker te vinden. Hè? In het begin dachten we, waar zijn we beland? Want ja, ik ben gewoon in the middle of nowhere. Maar... Het begint steeds leuk te vinden. We gaan straks ook gewoon weer een wandeling doen met een ezel. En vandaag in plaats van een uurtje gaan we 1,5 uur. Maar ik zou hier niet langer blijven dan wat we blijven. Zijn er weer? Hebben we nou weer een match? Jezus. Ik moet niet gay worden. Oh, jongen, dit was echt niet gepland. Dit was echt raar. Ik kan niet eens zo, we hebben dezelfde shirts aan. Oh mijn god. Is deze van een vrouw of de mannenafdeling? Een shirtje van gisteren was trouwens van een vrouwenafdeling, niet van Friends. Oh ja. Jongens, we gaan starten met een heerlijke espresso. En daarna krijgen we dus een hartige pannenkoek. En we hebben nog meer. Oh, yes. Wel zin in, hè? Seb zei gisteren, we gaan echt, echt gezond doen morgen. Bla, bla, bla. Ik werd wakker vandaag. Ik zeg, net zullen we gewoon lekker even buiten ontbijten. En kijken wat we hebben gedaan. We hebben nu een soort van 3 gangen menu ontbijt. We beginnen met koffie, daarna met een hartige pannenkoek. En daarna hebben we ook nog een dessert. Dus, ja. Zin in. Nou, proost, schat. Die proost wel met leven. Nou jongens, het ziet er toch geweldig uit. Nesme heeft een eitje met geitenkaas en spinazie. En ik heb een eitje met kaas en kip. Hoe is jouw pannenkoek? Lekker man. Ja? Echt lekker. Hoe is die van jou? Ik vind die van mij ook echt heel erg lekker. Naar boven? Ik dacht zo een ei. En? Dus mijn toetje is er. Crêpe avec Nutella. Mm. En Nesby heeft ijs. Dat is echt lekker, maar het ging een beetje verkeerd, hè? Hij wou een pannenkoek met ijs. En ze hebben hem verkeerd verstaan, nu heeft hij alleen maar ijs. Ik heb mijn pannenkoek even overgenomen. Let op, hè, let op, let op. Ik weet wat ik ga doen, hè? Wij gaan zoveel buikpijn krijgen vandaag. Wij gaan echt zoveel buikpijn krijgen. Zie je deze? Ik moest even net zien, is lactose intolerant. En ik kan sowieso niet goed tegen zuivel. Ik heb ook
kapot. Maar het is het waard. Eén keer. Maar die Nutella pannenkoek, onbeschrijfelijk. Echt, even serieus. Echt lekker. Ik heb nog nooit zo'n lekkere pannenkoek gehad. Ik ben even weer naar de Sephora geweest om een cadeautje te halen van mijn vriendin. Die was laatst jarig. En we hebben die hier kattenvoer gekocht voor onze kat hier. We hebben ook snoepjes gehaald. Maar wat ik wou zeggen, het gaat niet zo goed. Want we gaan voor een tweede toetje vandaag. En ik denk, ik twijfel tussen een eclair. Zo heet dat toch, Nes? Ja. Maar je gebakst er ook echt niet normaal goed uit. Oh mijn god, Nes, het is een crème brûlée. Oeh. En? Ik heb een ding dat macaron gepakt. Wil je macarons? Dus wanneer doe jij dat? Ga proeven toch? Oké jongens, we zijn voor macarons gegaan. Lekker Frans. Ik hoop dat ze ook hier wat lekkerder zijn dan bij de McDonald's of zo. Is echt niet normaal. Echt, ze hebben hier echt zo mega veel. Ik ga jullie even laten zien, hè. Kijk één keer. Ik heb dus de smaken mixed chocolate. En pistache. Nesmi heeft de smaak cassis. En chocola. En? Ja, wel lekker. Ja, nee, je mag de pistache ook gewoon. Ik ga nu de chocola. Ik heb mixed chocolate. En? Oh, hier zit een soort van pudding in. Mm. Ja, hè? Waarom komt die smaak zo lang? Ja. Hij komt heel laat. Dit is echt lekker. Guys, we waren eigenlijk een soort van uitgeshopt. Na 50 jaar, eindelijk. En toen reden we dus weg richting huis. Want ik heb echt een suikerdip na alles wat ik heb gegeten. En ik wil eigenlijk gewoon een uurtje gaan slapen. Gewoon echt een middagdutje doen. En toen reden we hier langs. En Meertje moest daar natuurlijk ook even langs gaan. Ik had er gewoon echt geen zin in. Ik vind Decathlon echt de meest saaie winkel ooit. Sorry. Ik ga er echt niet naar binnen. Ik vind het echt saai. Ik zit liever in de auto met mijn raampje open. Lekker van het weer te genieten. Dan ik daar naar binnen ga. Dus ja. En hij wou heel graag dat ik meeging. En toen ging ik mee. En toen bij de ingang mocht ik niet naar binnen. Want mijn maskertje zat in de auto. Dus nu mag ik hier zijn. Dit is zo leuk. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het dagelijks heb vlog. Dat ik daar ook echt zelf heel erg van geniet. Merk ik zelf. Mijn vlogs zijn dus de afgelopen tijd allemaal online gekomen. En ik krijg best wel leuke reacties op. Dus dat doet ook wel wat bij mij. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Leuke bezigheid. Waarom gaan we het in de acht? Wat heb je gehaald? Ik niet. Wat had je gehaald? Nou, dan kom ik eraan. Wat had je gehaald? Wat had je gehaald? Oh, hier ga ik eronder staan, Nes. Ja, precies. Pas op. Hou me tegen. Hou me tegen. Pas op. Doe open. Nu. Nee. Normaal. Waar heb je gehaald? Wat is dit nou weer? Op kantoor. Wat is dit nou voor onzin? Sokken? Dat is jouw sok. Wat heb je gehaald dan? Dit? Nessie, moest ik hiervoor wachten? Op kantoor. Waar je verwacht dan? Nou jongens. Kijk wat we hebben van gisteren. We gaan even bellen en dan gaan we weer even wandelen met de ezels. Onderweg kom je hier altijd wel leuke dingen tegen. Zoals het kleine boerderij die bio-ijs verkoopt. Kijk, dan zie je onderweg van die bordjes. En dan kan je het lekker halen. Je hebt hier paarden. Ouvert is open. Fermé is gesloten volgens mij. Deze vrouw denkt, wat doen jullie hier? Kijk, zij haalt haar melk op ofzo. Anders. Jonge chocolade ijs. En hier hebben we after eat, maar hij is wit. We zeiden gisteren van ja, we gaan morgen even een andere ezel huren. Bladibladibla, dan komen we hier en dan willen we gewoon onze eigen ezel boontie weer. Ik ging schoenen passen. Ik viel mijn sok. Ik had nog steeds de sok aan van de winkel. Jongens, daar zijn we weer. Met onze ezel. We gaan weer even lekker een uurtje wandelen. Met onze boontie. Oh, het is vandaag heel lekker weer. Ja, het is wel iets warmer. Veel beter dan gisteren. Ik denk dat we aan het einde helemaal kapot gaan zijn. Hoppa.
Boentie is gestopt om te eten, jongens. Boentie is vegetarisch. Dit mochten wij absoluut onderweg niet doen, want als hij hier eenmaal dus aan begint, dan gaat hij niet meer stoppen, zeiden ze. Jongens, we zijn weer thuis, boodschappen gedaan. Kijk wie er is. Hallo! Dit is wat we gaan doen. Ik ga haar denk ik even natte voer geven. Kijken of het zo gaat lukken. Ja! Ik ga hem even zo voor je snijden. Lukt dat? Kijk, een beetje klein voor jou gemaakt. Hup. Nou, ze komt er wel gelijk op af. Ik ben benieuwd. Oh ja hoor. Zo jongens, we hadden vandaag heel graag pasta eten. Tenminste, spaghetti hadden we er echt van in. Dat heb ik gehaald. En ik gebruik eigenlijk dit soort sausjes echt nooit. Met al die toevoegingen en zo. Maar ik heb eigenlijk niks van kruiden of zo bij. Dus het wordt gewoon deze saus met gehakt. En ja, dat is het eigenlijk. Gewoon heel simpel. Zo. Gehakt bakken met zout en peper. Nou, even heel deze pot erin. Het is echt vakantievoer gewoon. Zo. De pasta is klaar, jongen. Lekker simpele pastaatje vandaag. Heerlijk. Ik heb van die glazen gepakt van die wijnglazen. Doe ik gewoon water erin. Een beetje die feeling. Geen grap. Het is gewoon best wel lekker gewoon zonder groenten. Guys, ik ben echt kapot. Ik ga lekker douchen. Ik ga even mijn haren wassen. Want het is echt zwaar nodig. Dus ik ga PlayStationen en dan ga ik daarna gewoon lekker chillen. Oh, ik heb eindelijk mijn haar gedaan na al die tijd. Het is nog steeds niet helemaal droog. Dus er zit weinig volume in. Ja, ik heb lekker gedoucht. Ik denk dat we deze ook even de vlog van vandaag gaan afsluiten. Want ik ben echt zo erg moe. En we gaan alleen nog even buiten een theetje drinken. Daarna gaan we denk ik gewoon lekker naar bed. Morgen wordt echt heel mooi weer. Dus morgen is gewoon lekker zonne. Lekker buiten chillen, genieten, kleurtje opdoen. En dan volgende dag weer naar huis. Heb ik ook wel zin in. Oh jezus, geschat me dood, Nes. Oh mijn god. Even kijken waar die kat is trouwens. Ik ga... Oh. Hi. Ja. Maar wat is er dan? Kom maar. Kom. Is ze binnen? Kom. Nou, even deze deur snel dicht doen. Want daar is onze bagage. En dat vindt ze wel geweldig. Zo. Zeg naar boven, Orange. Nou jongens, ik hoop dat je het een leuke vlog vinden. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer.